Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer een weekly recap doen. We gaan de belangrijkste artikelen van afgelopen week bespreken. Maar we gaan vooral kijken hoe staat Ethereum ervoor? Hoe staan de altcoins ervoor? Want zoals we vorige week hadden besproken, vooral met de focus op Ethereum en de altcoins, staat er nog steeds een rally te wachten. Dat is wat we in deze video gaan bespreken. En nog één huishoudelijke mededeling. Ja. Met Bitcoin magazine zitten wij bijna op de 10.000 abonnees. Help jij ons naar de 10.000 toe en ben jij nog niet geabonneerd? Ik zou zeggen, druk op de abonneerknop, druk dat belletje aan en blijf jij up to date van de laatste video's. Goed, laten we niet langer wachten, laten wij beginnen. Goed, zoals je ziet zijn we begonnen bij het YouTube kanaal van Bitcoin Magazine. We hebben nog maar een kleine 20 subscribers nodig om de 10.000 target aan te tikken. Maar natuurlijk als je ook gewoon even abonneert en dat belletje aanklikt, blijf je natuurlijk ook weer op de hoogte van de laatste video's, want deze resultaten kunnen gewoon vele malen beter. In ieder geval zoals we vorige week hadden besproken, altcoin rally om de hoek, vraagteken is waar wij dus ook vandaag weer op gaan inzoomen. En dan wil ik mij aftrappen. Met de Ethereum-chart. Yes, Ethereum, uh, ik heb hem hier staan. Ethereum verwacht ik nog steeds die ene, ene, ene laatste push naar beneden. En um, ik behandel Ethereum even alleen op het dagelijks tijdframe, want deze video is wat vooraf opgenomen. Maar in ieder geval verwacht ik op het hoge tijdframe dat Ethereum nog een kleine push kan gaan maken naar beneden. Ik heb het wel dan over een vrije val van 8 tot 9 procent. Maar deze vrije val zou voor mij, zolang deze zone van 1400 dollar houdt, wel de potentiële bodem kunnen zijn. En ik leg graag toe waarom dit voor Ethereum de potentiële bodem kan zijn. We zien namelijk dat Ethereum uh, best wel hard gecorrigeerd is de afgelopen dagen. Um, zelfs met die mooie week die we bij Bitcoin hebben, die bullish week, uh, zien we dat niet terug in Ethereum. Ethereum maakt gewoon allemaal lagere toppen en drijft gewoon naar beneden. Ik verwacht bij Bitcoin even kort door de bocht dat we gerust uh, wel verder bullish kunnen worden. Maar op het laag tijdframe dat we wel eventjes de 27.600 gaan testen. Misschien is het al gebeurd hoor. Maar in ieder geval verwacht ik dat we dat level gaan testen. Um, en, en ja, dat zou samen kunnen gaan met Bitcoin nog eentje lager. Um, en die Bitcoin of die Ethereum eentje lager, dat is dan ook precies waar ik naar kijk. Waar we dus wat mooie divergenties kunnen gaan vinden. En waar we dus op het wekelijks tijdframe een mooie wake-off aan het vormen zijn. Ik verwacht vanaf daar dus echt wel weer een bounce. Misschien niet de bounce, maar een mooie bounce. En die mooie bounce kan best wel interessant zijn, zowel voor Ethereum als voor heel veel altcoins. Want als we een ja, een bounce zien naar ieder geval de bovenkant van de range, dan praten we toch wel weer over een bounce van 28 tot 30 procent. Bij Bitcoin zal dit misschien maar 15% zijn. Natuurlijk wel richting de bullish targets. Misschien zelfs de 31.000. Maar even de focus op Ethereum. Deze 30% bounce zal dus voor heel veel altcoins. Hele mooie gains kunnen rewarden. Oftewel, dat wil zeggen dat um, als we hier die loop pakken. En we weten inderdaad die bounce te maken. We zien die bodemvormen rond de 1400. Dan zie ik namelijk ook dat deze BTC-dominantie. een beste correctie kan gaan krijgen. Dat wil niks zeggen over de prijs van Bitcoin. Dit is even de technische analyse op de Bitcoin-dominantie. Want hij staat nu op het wekelijks tijdframe. Wat we dan doen, die ene drop zal hier een, een bearish-divergentie op het wekelijks tijdframe kunnen printen. En dan zie je hier A, B, C, zit weer in een complexe expanded flatwave 2. En dan zie je ook dat de BTC-dominantie best een correctie gaat krijgen. Nou, Dit kunnen we ook weer samen koppelen aan de Ethereum-dominantie. Die we hier dus hadden getekend, de Ethereum at D Ethereum Dominantie, verwacht ik dus ook inderdaad hier die val en daarna zie je eigenlijk als we kijken naar die dominantie wat voor mooie bounce dit kan gaan krijgen. En dat laat dus ook zien dat er, ja, als Ethereum stijgt, stijgen heel veel altcoins vaak sterk mee. Dan wil ik ook weer gelijk een bruggetje maken naar dit artikel wat we afgelopen week hebben besproken. Relative strength van Deutsche, Shiba Inu en Pepe hoger dan de top 10 crypto's. Oké, dit het begin van een nieuwe crypto-meme-trend. Vaak wanneer um, Ethereum een bodem begint te creëren, um, zal als eerste Gaan poppen de meme coins, een dogecoin, een Shiba Inu, die een flinke bounce laat zien, en vaak daarna volgen de andere altcoins, en dat is de reden waarom ook voor mij nu best wel de meme coins weer interessant beginnen te worden. Uh, je, denk bijvoorbeeld aan Pepe, denk bijvoorbeeld ook aan TG Casino, dat dat een reden is waarom ik nu in de pre zou stappen, omdat. ...er interessante tijden op de loer ligt. Meme Combat op de loer natuurlijk. Maar niet te vergeten, ja, Bitcoin Mindtricks... ...doet niet meenemen als meme, combat, maar natuurlijk... ...de Wall Street Meme Coins. Hier heb ik vorige week... ...nog flink wat van aangekocht. Um, en, en ja, dit zou dus ook... ...een flinke mooie bounce kunnen geven. En natuurlijk drie andere... ...reden waarom een crypto boeren. de grootste... ...tot nu toe zal zijn. Ook een belangrijk artikel... ...als je die gemist hebt... Ja, de Bitcoin Spot ETF zal natuurlijk een van de drijfveren zijn. We hebben al een beetje van de smaak mogen proeven wat dit gaat doen met de prijs. Het nieuws was een kwartier oud en de prijs ging al 15% omhoog in een kwartier tijd. En toen, werd het dus, ja, toen bleek het dus vals nieuws te zijn. Kan je nagaan wat er gebeurt als het echt nieuws is. Dus we mochten al een klein beetje proeven van het nieuws. Ja, natuurlijk de SEC en Ripple rechtszaak die centraal staat en de Bitcoin Halving Event... Die rond april 2024 zijn. En we kunnen tot die tijd dus ook wel stijgen. Dat zou zomaar kunnen. We kunnen dan wel weer een soort van stelde nieuws event zien. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. Maar dat zou wel een mogelijkheid kunnen zijn. Um, even kort door de bocht, hoor. Ik zet hem even op het wekelijks tijdscherm bij Bitcoin. Maar wat dat ongeveer zou kunnen betekenen. Is um, we zouden technisch gezien. Ik ga wel even naar de, uh, deze chart, de bullish chart die we hadden besproken bij Bitcoin. Um, als we uitgaan van deze bullish chart, hè, dat we die klim maken, langzaam. Dit is het hogere tijdframe, let op maar worden: hogere tijdframes. Dat we richting die 35.000, 36 36.000 kunnen gaan. Dat zou zomaar kunnen. Dan zie je ook dat we wellicht wel pas hier ergens in het nieuwjaar aankomen. Um, en dan misschien dit in februari doen. En dan zullen we eenzelfde nieuws-event kunnen krijgen. En dit zal een ABC zijn, even weer. De lage bodems opzoeken of terugtesten of iets dergelijks. Maar dat zou wel een, een, ja, een gevolg kunnen zijn van de Bitcoin Halving event. Dat is even wat ik ook alvast zou meegeven. Maar goed, het punt is dus waar ik nu naartoe wil in deze video. Dat er in ieder geval een altcoin en Ethereum balance om de hoek staat. Waarschijnlijk met heel veel van deze coins, Deutsche Coin. Uh, kunnen we allemaal nog één lager Hebben Hebben ook een uitgebreide technische analyse van gedaan in mijn livestream. Uh, op woensdagavond. Maar die altcoins laten allemaal zien: één tikje naar beneden. Ja, en dan kunnen we een flinke rally krijgen. En nogmaals, het zal niet de rally zijn. Maar wel een flinke rally. Um, wat dat zou kunnen betekenen, bijvoorbeeld voor Ethereum. Dat we dus in ieder geval weer die bovenkant van de range kunnen gaan opzoeken. Richting de 30%. Nog een andere key indicator. Waarin ik een beetje kan uitleiden. Dat we een bounce kunnen gaan krijgen. Is natuurlijk ook de Ad-dominantie-chart. Of sorry, de Ad BTC Paar. En uh, als we hiervoor naar het wekelijks tijdframe gaan, ja, zie je dat we nu hier langzamerhand op het wekelijkse support level komen. Dus we tikken die bijna aan en dat is ja, de 5400. Ik zie alleen geen bullish divergenties. Dus waar ik naar zoek op dit moment in het BTC Paar, is dat we hier ergens een bodem creëren. Um, op de dagelijkse tijdframe zien we al best wel dat die flink oversold is en dat we dus ook op basis van de BTC-paar hier een beste bounce kunnen gaan maken. Waarschijnlijk hier wel weer een bearish divergentie gaan en dan dit uiteindelijk gaan doen. Maar het gaat mij vooral om deze range en dat kan twee weken zijn, dat kan een maand zijn, maar deze range is de bounce waar je in wil zitten uiteindelijk en dat is waar ik voor nu ook naar kijk. Alright, voor mij is het dus um, ja, een reden dat ik dus ook meer in de pre-sales aan het duiken ben op dit moment. Ook een reden dat ik um, ja, mijn ogen voor ogen hou op Ethereum. Want wanneer Ethereum de bounce laat zien, dat betekent dat vele altcoins gaan volgen. We kunnen allemaal uh, alle altcoins stuk voor stuk gaan ontleden. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om de focus te houden voor Ethereum op de altcoinmarkt. En natuurlijk dat we Dogecoin Deutsche Coin in de gaten gaan houden voor de start van een bounce, van een meme crypto rally. Goed, mocht je deze video weer leuk en interessant vinden, duimpjes omhoog altijd gewaardeerd hieronder in de omschrijving staan. Nog even alle artikelen en de pre-sales van afgelopen week, mocht je daar meer over willen weten. Ik zou zeggen, dankjewel weer voor het kijken. Dit was natuurlijk geen financieel advies en ik wens je alweer een prachtige vrijdag toe. Goed weekend, ciao ciao.